Nou, we hebben vandaag een start gemaakt met het project Kinderen maken muziek, Musica da Conta. Dus eigenlijk het begin van het project. En 100 kinderen hebben samen muziek gemaakt. Ze hebben op boomwekkers gespeeld. Dat zijn plastic buizen die een toon geven. En samen hebben ze dan gespeeld met de band van School di Musica. En dat was eigenlijk de feestelijke aftrap van het project. Het aankomende half jaar krijgen 100 kinderen gratis muziekles. En dat krijgen ze in criollo muziek en brassband muziek. En dan krijgen ze elke week les van hele goede docenten. En in juni gaan ze dan samen een concert geven. Oké, en welke kinderen mogen dit doen? Dat zijn kinderen die zich hebben ingeschreven voor het project. En ook kinderen die via VESPO zich hebben ingeschreven. Dus zo hebben we het een beetje georganiseerd. Dus we hebben nu al 100 inschrijvingen. Maar we gaan het volgend jaar nog een keer doen. Dus als er meer kinderen zijn die mee willen doen, dan is er zeker nog gelegenheid. Ja, het is eigenlijk een project om zoveel mogelijk kinderen in aanraking te laten komen met muziek. En het spelen van een instrument. En het plezier wat dat oplevert om dat samen te doen. En ik heb dus iets bedacht wat we met 100 kinderen die ik nog nooit gezien had, toch muziek te kunnen maken. Want ik ken die hele kinderen niet, die kinderen kennen mij niet. De eerste keer dat we elkaar gezien hebben was nu. En dat moest heel snel en moet het tot stand komen. Dus dat hebben we gedaan. Dus, Een heel bijzonder instrument, kunt u me daar iets meer over vertellen? Ja. Dat is een boomwekker. Een boomwekker is eigenlijk een kunststof buis die precies op hoogte gestemd is. Dus het voordeel daarvan is dat je ritme, want je hoeft er alleen maar ergens mee op te slaan. Je kunt op je knie slaan, op je hoofd slaan of in je hand slaan. Er komt altijd geluid uit. En dat is precies een gestemd geluid. Dus die kinderen die als hiermee in aanraking komen, die leren dus gelijk ritme te spelen, maar ook naar hoogte te luisteren. En het is eigenlijk een heel compleet instrument. Terwijl het er leuk uitziet, met een lekker kleurtje. En het is makkelijk te spelen, want je slaat ergens tegenaan en dat doet het. Dus het is heel laagdrempelig. Ontzettend belangrijk dat muziek op Bonaire goed gedaan kan worden. Er zijn ontzettend veel kinderen met talent en het is ook belangrijk dat kinderen iets te doen hebben in hun vrije tijd. En zij willen graag muziek maken en vinden het belangrijk dat de kinderen die dat ook willen doen, dat ook kunnen doen. En daarom hebben we dit georganiseerd. En het maakt onderdeel uit van een landelijk programma Kinderen maken muziek. Dus overal in Nederland, ook op Curaçao, gaan kinderen in grote groepen muziek maken met elkaar. Ja, dat is heel leuk. En ik moet eerlijk zeggen, ik dacht dat de mensen op de Caribe, ik denk nou die heb ik zo los. Maar dat kostte me meer energie dan ik gedacht had. Maar ik vond het erg leuk. En ik vind het ook wel leuk dat je 100 van die vrolijke kopjes ziet. Waar je tegenaan staat te kijken, waar je muziek staat te maken. Dus die kinderen vinden het super leuk. En dan is het voor mij ook leuk. Ontzettend leuke middag gehad. En we vinden het ontzettend leuk om dit te organiseren. En we zien ook heel erg uit naar de lessen. En we houden jullie op de hoogte.